Hallo, ik ben Winfried, master illusionist. Behind the Magic, aflevering 25 alweer. Het is feest vandaag, want dat gaan we natuurlijk vieren. Verder heb ik nog een goocheltalent in de uitzending en ik ga street magicen, dus we gaan heel snel beginnen. Zo, het is vandaag aflevering 25 van de vlog. Ik had geen budget voor 25 taarten, dus het zijn 25 plakjes cake geworden met kaarsjes erop en we gaan even trakteren, want het moet gevierd worden. This one is okay? Yes. Thank you very much. And happy 25th vlog, Winfried. Yeah. Yes, only 25 years? Yes, I'm so young. Oh, I like it. Thank you. You're welcome. Hanya. Zo, ik sta naast de eerste goocheltalenten, Julian en Romy. Julian, ja. Ben je al een beetje lang bezig met goochelen? We zijn aardig lang bezig met goochelen, ja. Ja. En je dacht, vandaag gaan we gewoon voor gelijk groot. Vandaag dacht ik gewoon van, ik wil graag op Winfrieds vlog. Oké, nou ja, dat kan. En je hebt een kist meegenomen, dus ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat doen. Maar daar heb je altijd assistentes bij nodig. En volgens mij heb je heel mooi Romy meegenomen. Heb ik een vraag, doen jullie al langzamer? Ja, heel erg langzaam. We zouden willen vragen of je misschien wil helpen met ons. Of ik jullie wil helpen? Ja, dat wil ik wel. Ik ben wel benieuwd. Wat moet ik doen? Het liefst daar gaan staan en aanpakken de sleutel van Julian. Oké. Nou goed, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Ik zou zeggen, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ben jij er ook klaar voor? Helemaal klaar. Dan zeg ik showtime en heel veel succes. Hartstikke goed gedaan. Wat een vette truc. Ik snap er geen bal van. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Jullie zijn al lekker bezig. Dit ziet er spectaculair uit. Dan wens ik jullie heel veel succes verder. En ik zie jullie vast wel een keertje ergens in theater volgens mij. Ja, is goed. Heel veel succes. Jou ook, Julian. Heel veel succes. En bedankt. Tot zo. Nou, tot zover deze aflevering. We gaan heel snel verder. Yes. Nou Henk, we zitten zo in het standje van Winfried tijdens de vliegdagen. Je bent lekker druk geweest met de radio, zag ik. Klopt. Is het een beetje gelukt vandaag? Redelijk gelukt. Op het eind ging het beste. Nou, dat is altijd, hè. Het beste moet je ook altijd voor het laatst bewaren, ja, dat weet je. Okay. Hey, ik wil iets laten zien. Ik heb een blikje meegenomen. Daar heb je waarschijnlijk thuis ook zat van in de kast staan. Alleen het probleem is, het etiket is eraf gegaan. Dus ik heb geen idee wat erin zit. Okay. Nou is het zo dat ik een spel kaarten mee heb genomen. En daar zitten er 52 in. Ik wil aan jou vragen om ergens, laten we het vooraf zeggen, we hebben niks afgesproken. We kennen elkaar alleen net even van de net. Dat klopt. Noem me één kaart die te binnen schiet. Welke zou je willen? Eén van de 52 verschillende. Ruiten 5. Oké. Dat weet je zeker? Ja. Je wil niet meer wisselen? Oké, want wat ik namelijk heb... Ik heb iets bijzonders gedaan met die kaart. Ik heb namelijk achterop geschreven wat er allemaal in blik zou kunnen zitten. Dus bijvoorbeeld persik, kersen, zalm. Mandarijn, afijn, je kan doppertjes, je kan dat allemaal verzinnen. Welke kaart zei jij? Ruiten 5. Als we namelijk de ruiten 5 opzoeken, dit is hem. Ja. Zou het wel heel bijzonder zijn als dat zou matchen? Lijkt me heel bijzonder. Met wat in dat blikje zit. Dus mijn vraag is, pak het kaartje op, draai hem om en leg eerst eens even uit wat staat erop. Er staat op ananas. Nou, laten we even de camera zien, ananas. Hier is dus dat blikje. Nou wil ik er verder niet aankomen, dus je mag het zelf doen. Pak het blikje op, okay. Maak hem open en vertel mij wat zit er in het blikje. Kijk of ik tot
elegant kan doen. Ja, wauw. Het is ongelooflijk. Ja, hè, wel een beetje. Hè? Scrap. Ja. Het is ananas in. Ananas in. Nou, tof. Dan wens ik je een hele fijne dag nog vandaag. Ja, succes morgen tijdens de frietdagen. Ja, en bedankt voor je hulp. Mag ik de ananas opeten? Jij mag de ananas opeten. Dat is jouw souvenir. Hey, fijne dag. Hey, dank je wel. Thanks. Dat was het alweer. Tot zover aflevering 25 van Behind the Magic. Als je het leuk vond, vergeet niet duimpje omhoog en even te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Wil je een special zien, bekijk die hier. En een oude vlog kan je hier vinden. Ik vond het erg leuk dat je keek. Heel graag tot volgende week. Dit was een programma van Sosh Media.